als mensen zeggen, waarom vergeet je het niet? Dan zeg ik, hoe kan ik het vergeten als ik iedere dag weer ermee word geconfronteerd? Als er tegen me gezegd wordt dat ik lelijk ben. Als er tegen me gezegd wordt dat ik mijn haar lelijk is. En daarom blijft Rosemarie stilstaan bij Kitty Kottie. Om samen met familie vrijheid te vieren. Wat er ook wordt gezegd. Wel emotioneel, maar aan de andere kant ook heel dankbaar dat wij de nalatenschap van ze toch nog vereren. Want dat doe je. Voor Rosemarie komt de slavernij heel dichtbij. Maar een paar generaties terug waren haar voorouders tot slaaf gemaakt in Suriname. Met Kitty Kottie trekt ze daarom speciale kleding aan. En staat haar woonkamer vol met spullen die een link hebben met het slavernijverleden. Ja, ik heb het uitgesteld omdat ik wil laten zien wat er allemaal door onze voorouders werd gemaakt. Bijvoorbeeld die tamtam. Dat ze hiermee boodschappen konden doorsturen naar de andere dorp. Deze verhalen moeten verteld blijven worden, vindt ze. En daarom is 1 juli zo belangrijk in haar familie. Kitty Kottie betekent echt heel veel voor mij. Het heeft ook te maken met bewustwording, vrijheid, trots zijn op jezelf. Erkenning ook, hè, dat we er zijn. Erkenning voor het leed wat is geleden van onze voorouders. En dat alles wat ze hebben meegemaakt, dat het daarboven, weet je wel, dat het beter gaat. En dan, later op de dag, dan is het de bevrijding, dan is het feestvieren. En ja, dat je dan vrij bent. Ja, je ziet het, het emotioneert me. Ja, had ik niet verwacht. Thanks, kids. Ja, bedankt. Ja.